Steun de Doesburgse ondernemers met uw december aankopen. Zij maken het mogelijk met leuke aanbiedingen. Vandaag in deze prachtige kerk die waardevolle onderscheiding krijgen. En vooral warm welkom aan alle veteranen en Doesburg die hier aanwezig zijn. Fijn dat jullie zo weer kunnen komen. En ik stel dus nu dan ook maar voor om verder te gaan met de ceremonie. Toen ik in 1977 naar de Koninklijke Militaire Academie in Breda ging, toen hadden we inderdaad een Luchtlandbataljon, het 44e bataljon in Assen en Zuid-Laar. En iedereen dacht, als je daarheen gaat, dan krijgen ze een mooi blauw bord. Maar ingezet worden, dat gebeurt nog. Totdat plotseling het besluit kwam, we gaan naar Unifil en wij als Nederland dragen daar aan bij. En ik weet nog dat wij toen als cadetten stonden te beginnen om mee te mogen, stoppen met studeren en lekker het veld in. Dat mocht natuurlijk niet, binnen een uur weer op gesprek. Maar ik weet wel dat we toen met enige afgunst keken naar de mensen die op missie gingen. En vervolgens gaat die missie van start. Je ziet wat daar gebeurt, je ziet de frictie, je ziet hoe moeilijk de missie is, wat de mensen tegenkomen. Maar je kunt het nog niet in de context plaatsen. Nu jaren later, nu we heel veel op missie gaan, heb je veel meer gevoel wat daar is gebeurd. Sinds 1953, sinds Korea. Hadden we geen missie meer gehad in Nederland. En dan, 25 jaar later, gaan we weer op missie in Libanon. En we waren een heleboel dingen verleerd in een dienstplichtig leven, wat zich voorbereidde op een koude oorlog en bezig was om de dingen zo goed mogelijk te doen. Wat iets heel anders is dan de goede dingen. En dan stond je als dienstplichtig met je basisopleiding in Assen, Zuid-Laren. En dan vloog je naar Libanon en dan zat je post ergens in een omgeving die vijandig was van elke kant. Soms ook vriendschappelijk van elke kant. Ontzettend moeilijk uit te maken wie voor je was of wie tegen je was. Eén ding was zeker, was geen Skype, was geen telefoon, was geen internet. Als je geloof had, ging je naar Israël als je geluk had. En na 6 maanden kwam je terug. En de opvang was dat je een briefje kreeg waar je kruipbouw kon inleveren. En dat was de nazorg. En zo hebben we generaties aan die spitsen bij Unifil ingezet. En dienen, want dat heeft hij allemaal gedaan. Dienen, het dienen voor vrede, heeft soms een hele hoge prijs. En ook die prijs is daar. Soldaten zijn gesneuveld, soldaten zijn gewond geraakt. Tot aan vandaag de dag wordt het gelaten. Wat ze hebben meegemaakt. Op zich hoort dat altijd bij militaire missies. Hoort dat altijd. Maar ik ben wel heel blij dat we die missie vandaag mogen herdenken. Want wij hebben ontzettend veel van geleerd. Hoe je met mensen omgaat, hoe je ze voorbereidt, hoe je ze helpt, hoe je ze leidt. En hoe je voor ze zorgt naar terugkeer. En ik denk dat er eigenlijk 3 redenen zijn waarom het vandaag weer op de 10 is. En dat u de dragen zie voor de Nobelprijs krijgt. Op zich al een fantastische onderscheiding. Ik denk dat het is omdat mensen beseffen dat de wereld niet veilig is. En af en toe mensen moeten dienen om de wereld veilig te maken. En dat zien we dadelijk om ons heen. Ik denk dat het is omdat de missie er nog steeds is. De missie is afgelopen. As we speak. Gaat Unifil nog steeds door. En ik denk dat het ook is uit een nieuw respect dat de laatste tijd is ontstaan voor onze veteranen. Daar ben ik hartstikke trots op. Dus ik hoefde niet lang na te denken toen mijn schoonvader mij belde. Heb je tijd op 12 december? Ik ben vandaag ongelooflijk trots dat ik als baas van de landmacht de dragenzee mag uitreiken. Mag ik verzoeken om de oorkonde voor te dragen? Dragenzee in de Nobelprijs voor de militairen. Toegekend aan hen.
hen die tussen 1956 en 1988 tenminste 30 dagen aaneengesloten zijn ingezet in het buitenland door het Nederlandse ministerie van Defensie voor vredesafdwingende of vredeshandhavende operaties van de Verenigde Naties. Op 10 december 1988 is de Nobelprijs voor de Vrede toegekend aan de vredesmachten van de Verenigde Naties voor deelname aan vredesmissies vanaf 1956. De Nobelprijs is uitgereikt aan de Verenigde Naties, niet aan individuele personen die daarbij betrokken zijn geweest. Met de instelling van de dragingszegel Nobelprijs VN-criteria geeft de minister van Defensie tastbare uitdrukking aan de erkenning van en waardering voor oud-militairen en militairen die namens Nederland in de periode tussen 1956 en 1988 als blauwhelmen hebben deelgenomen aan VN-vredesmissies. Daarna 16 februari 2015. De minister van Defensie, J.A. Hennis Plaskaart. Laten gaan van een klein cadeautje.
Richard, heel erg bedankt. Dank u wel, alsjeblieft. De kapitein, die is nou opeens vertrokken. Dank u wel. Dank u wel. En u krijgt er ook eentje. Oké, okay, bedankt. Dames en heren, wij kunnen u niet zo laten gaan. Dus wij nodigen u uit om nu met ons het glas te heffen. En als u nog niet aan het glas toe bent, dan kunt u een kop koffie krijgen. Hiernaast in de foyer. Mag ik u even interpreteren? U mag me interpreteren. U hebt het de hele tijd over de landmacht, de infanterie. Maar wij zijn de voorlopers van de blauwe helmen in 1957 in die meneer. Want na 1961-65 is pas de vredesmissie door de VN geprogrammeerd. Of hoe zeg je dat? Maar wij zijn uiteindelijk de veteranen van 1957 en de mensen die in Indonesië gevochten hebben. En daar heb ik vanmorgen nog geen woord over gehoord. Oké. Laat ik het volgende over zeggen. Ik denk, je kan niet oud genoeg zijn om even gewezen te worden op het feit dat sommige dingen misschien niet helemaal gezegd zijn. Dus ja, mijn verontschuldiging daarvan staan. Maar nog even verder. Het mag u duidelijk zijn dat deze eremedaille juist was voor de mensen die, generaal zei het al, die in deze periode gediend hebben. Dat doet niets af aan dat wat er in voorgaande tijden gebeurd is in Indonesië, waar dan ook, of in Nieuw-Guinea. Blijf staan dat toen ik deze bijeenkomst begon, tegen u gezegd heb dat ik buitengewoon content was dat u als veteran Amerikaan hier aanwezig was. En daar neem ik geen woord van. Dus met deze termen hoop ik dat u genoegen neemt. Blijf wel staan dat ik u toch uitnodig om met ons te gaan denken. Ik sluit deze keer. Heel goed zeggen. Ik wil er toch even antwoord op geven. Ik ben kapitein Luttig. Ik werk in Brombeek. Daar vindt ieder jaar alle herdenkingen plaats, met name voor Indië-veteranen. 1 oktober dit jaar, door ik met deze hart, is het herdenking geval Papua-strijders en die Marijn herdenking. En wij zijn nu niets vergeten. En die meneer is wel eens geweest volgens mij. Vandaag is het niet dat wij u niet herkennen. Vandaag worden de mensen die erna een uitzending gedaan hebben in een keer het zonnetje gezet. Maar het is absoluut geen bescherming voor wat u gedaan heeft. Ik zat op Brombeek, en daar zit ook in de veteranen van 1936. En ook die herdenken we hier aan. Ik schrijf zo uw naam op, en ik zorg dat u een uitnodiging krijgt. Met uw herdenking herdenk ik op 1 oktober. Dan bent u mijn gast afgesproken. Nou, dank u. Militairen schrijven altijd bij wijze van spreken elke stap zo'n beetje voor. Dat hebben we dus ook gedaan op een enkel detail, maar het is wel belangrijk detail. Henk ken ik al heel lang. Ja. En Henk sprak ik vanochtend ook en ik zei tegen Henk van ja, we kunnen nu even die boekzin doen, niet, dat houden we ook niet op. In dit soort geval niet, maar wij hopen zeker dat het in ieder geval fijn dat u de aandacht erop vraagt. Nogmaals dank aan u allen om er te zijn. Zometeen is het even de gelegenheid om de gedeputeerde veteranen feliciteren. Ik wil het korps Brederaars bedanken. Het is werkelijk mooi en klinkt in deze fantastische ruimte. Waar wij wel eens met andere groepen spelen, denk ik van nou, kom maar wat vaker. Het klinkt weer buitengewoon mooi. Daarna kunnen we een keer achter nog wat trots op burgemeester, dat zij nog wat samen zijn. Ik nodig u daar dan vanuit. Ik zou de commandant de Hans zeggen over elkaar. De deputant die als eerste nog even feliciteert. Daarna iedereen die wil feliciteren aan te sluiten en dan voor ons naar de foyer te gaan. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Tot ziens. Thank you.
Steun de Doesburgse ondernemers met uw decemberaankopen. Zij maken het mogelijk met leuke aanbiedingen.